Oké, ik ben weer gemute, maar nu ben ik er weer. Hallo, vandaag gaan we het hebben over paragraaf 3, antidemocratische stemming in de Weimarrepubliek. We gaan het tot ongeveer 1924 doen. Het Dawes-plan hoort daarbij. Dit is een belangrijk onderwerp, het Dawes-plan, vandaar dat we het nog even apart behandelen. Dit onderwerp gaat tot 1924. Natuurlijk is die antidemocratische stemming er nog veel langer, maar dat gaan we de volgende keer behandelen. Want dan gaat de NSDAP in de mix komen. En dan gaan we ook zien dat die antidemocratische stemming zich uitbetaalt in feite het populair worden van de NSDAP. En dan ook hoe die de grootste en de enige partij kan worden. Nou, daar zit een beetje een staatsgreep in verwerkt. Dat gaan we de volgende keer doen. Nu dus in het begin van de Weimarrepubliek, waarom die democratie niet populair was. We gaan beginnen. Die vier vragen mag je eventjes voor jezelf doen. Druk even op stop, beantwoord ze en ga dan weer spelen. Welkom terug. Spartacus opstand, groot dilemma, want Ebert was een socialist. De SDP is een sociaal-democratische partij. Spartacus opstand was een communistische opstand. Allebei zijn ze socialistisch. Alleen een andere interpretatie van het werk van Marx. En de Spartacisten. Die waren dus van mening dat zij gewelddadig opstand moesten houden om een dictatuur van het proletariaat te vestigen. Dus dat de arbeiders in een soort dictatuur in de macht zouden komen. Ebert was ook een democraat. Sociaal-democratisch, dus ook democratisch. Hij moest dus kiezen tussen de socialisten of de democraten. En hij koos voor de democraten. Hij ging samen met de Freikorpsen, ging hij die socialistische opstand van de Spartacus-opstand neerslaan. Als gevolg daarvan zouden de communisten nooit meer door één deur kunnen gaan met de sociaal-democraten. Dat heeft ook nog een ander nadeel, wat we zo meteen zullen bespreken. Kapuch, de tweede vraag. Logisch gevolg van de Dolkstoot-legende. Dolkstoot-legende is dus het fabeltje dat de regering van de Weimarrepubliek, de sociaal-democraten, de Centrumpartij, confessionele partij, en de liberalen expres de oorlog verloren hebben voor Duitsland. Dat is de Dolkstoot-legende. De waarheid was, zij werden als het ware door de generaals de macht in handen gegeven. Zij mochten een regering vormen. En de generaals deden dat omdat zij wisten dat op dat punt in de oorlog niet meer te winnen was. En dan mochten de democratische partijen het vieze klusje doen van die wapenstilstand aanbieden en die vrede tekenen enzovoort. Met alle reputatieschade die zij dan zouden krijgen. En die militaire leiding zou dus de schande en de vernedering van die wapenstilstand niet zelf hoeven ondergaan. En reputatieschade zouden ze daarom dus niet krijgen daarvan. Dat was de Dolkstoot-legende. En de Kapp-putsch is een staatsgreep onder leiding van meneer Kapp. En dat was een conservatieve staatsgreep. Dit was waar de militaire officieren en de soldaten, die vochten in de Eerste Wereldoorlog, die trouw bleven aan de keizer, die willen nu weer de macht krijgen, zodat zij een conservatief bestuur op kunnen zetten die niet democratisch is. Dat was de kapoets. Goed, drie. Welke bevolkingsgroep stemde vaak op de liberalen? Waren vaak de goede middenklasse, hè? Die willen geen belasting betalen, want die hebben heel veel inkomen. Vandaar dat ze geen belasting willen betalen. En dat is typisch een liberaal iets. De laatste vraag: de drie partijen in de Rijksdag, dus de SDP, de Sociaaldemocraten, het Centrum, dat zijn de katholieken, ook wel de confessionelen genoemd, en de liberalen. De belangrijkste liberale partij was de DDP aanvankelijk. Goed, de antidemocratische stemming. Dit zijn de belangrijke partijen, zoals we weten. SDP volgens mij, hier staat het fout. SDP, Centrum en DDP, dat was de kern van de democratie in Duitsland. Dat is als het ware de democratische as waar alle coalities om gevormd werden. En die kregen dus geen goede reputatie. Ze wilden voldoen aan het Verdrag van Versailles. En dat Verdrag van Versailles, zoals jullie weten, is niet in het voordeel van Duitsland. Heel erg in het nadeel. Bijvoorbeeld die herstelbetalingen zorgden voor een enorme economische malaise.
tot 1924. Nou, en dat is dus de associatie die mensen maken. Hè? We hadden een keizerrijk, toen ging het nog goed. Toen kregen we democratie. Bam, we verloren de oorlog en we kregen economische ellende. Dus daarom hadden heel weinig mensen echt hoop en vertrouwen in die democratie. Ook in het verdrag van Versailles stond dat het leger moest worden ingekrompen. En dat betekende dus dat er miljoenen soldaten naar huis moesten. En dan kwamen ze aan en de mensen die al een baantje hadden, die hielden hun baan. En zij waren nieuw op de arbeidsmarkt. En vaak omdat de economie zo'n ramp was, konden ze geen werk vinden. En werden ze werkloos. Nou, die waren dus bitter teleurgesteld. Ze hadden 4 jaar lang leven gegeven voor Duitsland. En onder een democratie betekende dat die beloning niks is. En die werden dus heel sterk anti-democratisch. We zullen ook zien dat bij de NSDAP heel veel van deze mensen oud-soldaat waren. Nou, dit is het leven wat je dan krijgt, hè. Een militaire onderscheiding. Deze man heeft het IJzeren Kruis. Dat is de onderscheiding voor moed op het slagveld. En zo wordt hij beloond na zijn militaire dienst. Kon ook, als je niet gehandicapt was, kon je tenminste in de voedselbankrij staan. Maar ja, er kon iedereen op straat kon je zien. De arbeiders die in de fabrieken hadden gewerkt, die dus niet hadden gevochten en gestaakt hadden aan het einde van die oorlog, die stonden jou nu uit te lachen. Terwijl jij gevochten hebt. Dat was zo vernederend. En deze man, die moet zelfs om een brood te kunnen kopen, bedelen op een baantje. Nou, dat is niet de eer die hij had gehad in het leger. En dan kom je ook bij je gezin als je die hebt. Dan kun je ze niks geven. Nou, ben je dan op zoek naar democratie, naar vrijheid van meningsuiting, naar mensenrechten, naar inzage in het bestuur en de trias politica? Nee, dat zeg je dan helemaal niks. Je wil gewoon eten hebben. En in het keizerrijk ging het goed qua eten en in de democratie ging het slecht qua eten. Nou, heel veel mensen zagen het zo. Die soldaten nog veel sterker dan alle andere mensen. Dit kwam ook terug in de algemene democratische stromingen, die in andere landen niet altijd antidemocratisch waren, maar in Duitsland wel. De communisten, de conservatieven en de nationalisten hadden niet echt één partij. Vaak veel mensen die waren nationalistisch en liberaal of en conservatief of en gelovig. Vandaar dat er niet één partij bij hoort hier. Nou, ga eens even na bij elk van deze stromingen, waarom zouden ze antidemocratisch zijn? Tjoep. Welkom terug. Ik zal ze hier eventjes uiteenzetten. De communisten geloofden natuurlijk in het marxisme, in het communisme. En dat betekent, volgens Karl Marx, moeten de arbeiders in een gewelddadige opstand komen. Een revolutie. Dat is dus niet democratisch. En dan moeten ze zelfs de dictatuur van het proletariaat vestigen. Dus in de leer van het socialisme en marxisme staat dat er een dictatuur moet komen. Ten gunste van de arbeiders. Nou, dus dat is een niet-democratische ideologie. En Spartacus-opstand. Ja, daar hadden ze nog steeds de pest over in. Die werd door een democratische regering neergeslagen. Nou, gaan we zo zien. Kijken of dat neerslaan van die communistische regering dan wel een wit voetje heeft gehaald bij de conservatieven en de nationalisten. Laten we eens even kijken. Zij zitten heel dicht bij elkaar. Je moet bedenken, in die oorlog was conservatisme en nationalisme heel dicht bij elkaar verenigd. Hè? De conservatieven in Duitsland, hè, de adel was daar een aanhanger van, maar met name de militaire elite. Hè? De conservatieven waren in Duitsland meer dan andere landen militair. En die nationalisten, die waren trots op hun land, gingen natuurlijk in die oorlog vechten voor hun land. Dus die gingen het leger in. En daar waren die conservatieven en die nationalisten ideologisch vaak heel erg bij elkaar. Dus we zien ook twee eigenlijk dezelfde redenen die beide stromingen hebben. Wantrouw in de regeringspartijen, dat kwam door de dolkstootlegende. Zij geloofden dat die regeringspartijen SPD, DDP en Centrum expres de oorlog hebben verloren. Nou, dat vonden zij als militair, conservatieven en de nationalisten natuurlijk verschrikkelijk. Die hebben gevochten in die oorlog. En daarom waren ze tegen die partijen.
En de SPD, of SDP met name dus, niet alleen omdat het de grootste partij was in die coalitie die die vrede heeft getekend, maar het was ook vanwege die Spartacus-opstand. De Spartacus-opstand was een opstand van socialisten. Ja, de communisten, dat is de gewelddadige stroming van het socialisme. En de sociaaldemocraten van de SDP zijn de niet gewelddadige stroming. Voor ons is dat logisch, maar in die tijd was er een wantrouwen. Ze waren allebei socialistische stromingen. En de ene had echt een opstand tegen het land om de macht te grijpen met geweld. Nou, daar vertrouw je niet in. En de SDP had dat wel neergeslagen, maar kon niet het imago afschudden dat zij iets met die socialisten van de Spartacusbond te maken hadden. De conservatieven hebben nog wel een verschil met de nationalisten, dat zij dus als ideologie hebben dat zij de adel weer en het leger weer aan de macht willen hebben. Voorheen ook de keizer. De keizer was nou, ja, hij was gevlucht, hè, dus dat was niet goed. Dus, maar ze wilden wel weer ouderwets adel en het leger aan de macht hebben, zoals vroeger zij ook een belangrijke positie hadden. Nou, en adel word je niet om door verkiezingen, dat word je door erfelijkheid en leger. Dat is ook niet democratisch. Nationalisten die hadden met name heel erg moeite mee dat zij internationaal zo vernederd werden door dat verdrag van Versailles. En in de tijd van de keizerrijk was Duitsland tenminste nog een land waar anderen met angst of respect naar keken. Maar Duitsland in de Weimar Republiek was een lachertje van Europa. En dat vonden zij vreselijk. Zij wilden een sterk bestuur, zodat zij weer trots konden zijn op hun land. Dit waren de redenen waarom democratie niet populair was. Maar de democratie die deed het ook niet goed in Duitsland. En dat gaan we nu behandelen. Dat kwam omdat de twee grote pro-democratiepartijen elkaar niet echt goed lagen. De SDP en het Centrum waren ideologisch ook best wel van elkaar verschillend. SDP wilde grotere overheidsinvloed in de economie, het Centrum kleiner. SDP was socialistisch, dus dat is niet godsdienstig. Het Centrum was een confessionele partij, dus heel erg godsdienstig. SDP die luisterde naar de ideeën van de socialisten en ook naar Marx. En het Centrum luisterde naar de paus. Nou, dat waren toch hele verschillende oriëntaties. Dus daar lagen elkaar helemaal niet goed. Dat betekende dus ook dat als zij beleid moesten vormen, dat daar veel oneenigheid was. Of wetten kwamen niet door de Rijksdag. Er werd geen beleid gevoerd. Nou, als er heel sterk beleid moet worden gevoerd in een economische crisis, dan staat dat natuurlijk heel slecht als er niks gebeurt. Dus zij maakten zichzelf ook niet populair met hun zwakke beleid. De stapels, beleidsstukken die soms wel heel goed waren, die werden vaak niet goedgekeurd omdat ze elkaar niet lagen. Hyperinflatie maakte het ook een stuk erger. Dat was ook een typisch voorbeeld van slecht beleid van die Weimar-regering. Ze drukte te veel bankbiljetten, waardoor de waarde van de Duitse mark, de munteenheid, enorm verminderde. Zodat mensen die 10.000 mark op hun bankrekening hadden, dus daar misschien een opleiding van huis voor konden kopen, die hadden dus in 2 jaar tijd hadden zij evenveel geld als ze een stofje uit je navel of zoiets, of een stukje vogelpoep konden kopen. Dat was helemaal niks meer waard. En dus met name die middenklasse, die verloor het vertrouwen dat de democratische partijen de economie goed konden leiden. Waren de mensen die door die economische malaise die er al was, minder geraakt werden. Want zij hadden nog een flinke bankrekening. Een appeltje voor de dorst. En dat was nu in 1 keer weg. En de middenklasse stemt liberaal. En daarom liep de DDP, die liberale partij, leeg. Totdat het bijna niks meer waard was. En dan zien we eigenlijk de partijen die nog over zijn. Hier zie je van hyperinflatie. Dit zijn bankbiljetten. Als we dus nu kijken, liberalen krimpen heel erg. Nou, dan zie je eigenlijk de basis van de democratie ligt bij de SPD in het Centrum. En die mogen elkaar niet. Dus dit is een hele zwak fundament van de democratie.
in de Rijksdag in Duitsland. Maar we zien eerst eventjes, in 1924 wordt de democratie toch nog eventjes weer populair. Want dan was het plan. En nu gaan waarschijnlijk de bobo's die bij de les waren inschakelen voor een huiswerkfilmpje. Het Dawes-plan, wat is dat nou ja? Het Dawes-plan betekende het einde van de malaise en die enorme groei van die ondemocratische stroming. En nu het begin van een ademperiode in het interbellum. Dus die periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Er wordt economisch ingegrepen in Duitsland. En dit zorgt ervoor dat de economie in Duitsland weer groeit. Het leven beter wordt en het vertrouwen in de democratie wordt versterkt. Hoe werkt dat nou? Dawes plan. Dat is een Amerikaans plan van een zakenman genaamd Dawes. Uit 1924. En het was een plan waar Amerika van zou profiteren, maar ook de Europese landen. Hoe werkt het nou? Amerika was goed uit de Eerste Wereldoorlog gekomen. Het had zelfs een economische groei gehad, terwijl de Europese landen economisch diep achteruit waren gegaan. Zij hadden geld te besteden en zij dachten, we kunnen die zwakke Europese markten nu goed overnemen. En dat gaan ze zo doen. Zij geven geld aan leningen voor Duitsland, zodat Duitsland weer economisch zich kan herstellen. Ze helpen ook met die herstelbetalingen. En zo kan Duitsland economisch zich weer opbouwen. En dan kunnen die herstelbetalingen ook weer, die schadevergoedingen ook weer gebruikt worden om Groot-Brittannië en Frankrijk te betalen. Want dat was nogal een heel groot probleem. Het had te maken met hyperinflatie. Nou, en dan worden die herstelbetalingen ook weer goed geregeld. Nu worden Engeland en Frankrijk weer rijker. En kunnen zij weer meer besteden. En dan kunnen hier de Amerikaanse producten verkocht worden. En dit is dus in feite voor Amerika een plan om een enorme afzetmarkt te creëren. Europa. En tegelijkertijd had het een humanitair doel om Duitsland weer op te vijzelen. Met andere voordelen dat Duitsland minder antidemocratisch zou worden. Enzovoort. Je kunt bedenken, lijkt het een beetje op de Marshallhulp. Het had op politieke redenen een ongeveer dezelfde argument. Goed, dat was het Dawes-plan. Voor de mevrouw Knol verlaters, dus de opdracht om het filmpje te kijken die bij paragraaf 3 staat in het mappie. Doe dat wel, want dit hebben jullie waarschijnlijk vorig jaar dus niet gehad. Het gaat over de economische crisis van 1929. 1929 is het einde van deze periode van korte, sterke welvaartsgroei. En dan komt de ellende weer. En in die ellende zullen de antidemocratische gevoelens weer opspelen. En dan heb je ook de partijen van ene Adolf Hitler. Die zal niet verrassend dan heel populair worden en de macht grijpen. Dat gaan we de volgende keer behandelen. Ik wens jullie een fijne dag. En tot dan.